Wat is hier nou aan de hand? Ja, hier gaat de gemeente Tiel, of ik moet zeggen eigenlijk de AVRI, een ondergrondse restafvalcontainer plaatsen. En wat is daarop tegen? Nou, hij staat hier in een mooie groenstrook, vlak bij mijn woning en bij andere woningen. En ik ben bang, onder andere bang, dat er heel veel restafval bijgezet wordt. En Nico Maat is niet de enige die zich hierover zorgen maakt. Ik voorzie daar problemen. Er zijn hier ook loslopende katten. Het is restafval. Zakken worden opengescheurd. Bewoners gaan betalen met een pasje en moeten wat verder lopen om van het restafval af te komen. Afvalinzamelaar AVRI hoopt dat de mensen het afval zo beter gaan scheiden. Nico betwijfelt dit en vindt het ook niet oké dat bewoners pas nu mee mogen gaan praten over de locaties. Hij ziet de containers liever langs de randweg komen bij zijn Tielse nieuwbouwwijk. Hier komen heel veel mensen langs. Onderweg naar school of naar je werk neem je het zakje mee en doe je het erin. Maar een goede plek voor een ondergrondse container is nog best ingewikkeld. Er zijn wel 19 criteria vastgesteld door de AVRI. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid, met bereikbaarheid, met kabels en leidingen. Nou, daar moeten we goed naar kijken. Maar het kan natuurlijk aanleiding zijn dat mensen zeggen van ja, we hebben toch liever de container ergens anders. Nou, daar kijken we heel goed naar. Ja, dat hoop ik. Maar ik ben bang voor dat dat toch niet gaat gebeuren. AVRI, het plan van de AVRI ligt al maanden vast. Containers zijn al gekocht, staan al klaar op de werf in Geldermalsen. Nee, die gaan zomaar hun plan niet veranderen.